Breda Nu. Je weet het meteen. Komend weekend gaat de zomertijd in. Nou vragen we aan de mensen op straat, gaat de klok nou vooruit of gaat die toch achteruit? De klok gaat vooruit. 1 uur. Van 2 naar 3 uur. Nou, grappig dat je het vraagt. Wij zijn onze eigen medewerkers van het bedrijf waar ik werk aan het herinneren dat de klok vooruit gaat. Dus dat ze een uurtje tekort komen straks. Dus dat ze heel goed op moeten letten. Vooruit. Of niet? Nee. Ja, vooruit. De klok gaat vooruit. Hoe weet je dat? Omdat het langer licht is. Dan. Dus dan gaat vooruit. Als het goed is, gaat hij een uur vooruit. Toch? Of achteruit? Ja, het is een van die twee, maar ik dacht vooruit. Oh god. Ik weet het niet. Nee. Als die vooruit gaat, wat een uurtje later. Achteruit. Die gaat nu over, kijk hoor. Vooruit. Ja, toch? Ja. Nee. Nee, ga niet terug. Jawel, toch terug. Oké, ik zit verkeerd. Terug. Een uur terug. Klok gaat vooruit, dus een uur kort te slapen. Oh shit, heeft net iemand gezegd. Die gaat vooruit, toch? Dus als het 9 uur is, wordt het 10. Toch? Ja. Vooruit. Omdat ik dit weekend moet werken toevallig, gaat het vooruit. En daar heb ik een hekel aan. Het gaat vooruit, toch of niet? Ja. Toch? Wacht even, voorjaar is toch voorjaars komt eraan toch? Gaat vooruit. En najaars gaat hij achteruit. Breda Nu. Je weet het meteen.